Bergen. Veel zoekende ME'ers vandaag in Nijmegen. Ze zochten bewijsmateriaal na een schietincident. Dat kan een wapen zijn, maar dat kunnen ook nog andere zaken zijn. Weer niks. Hengelen met een magneet in de hoop op een mooie vangst. Het meest gelezen boek ter wereld, nu als luisterboek, maar dan wel een van 90 uur. Goedenavond, het nieuws van dinsdag 4 september. Tiental ME'ers die hebben vandaag de bermen uitgekampt van een aantal wegen rondom de Nijmeegse wijk Neerbos-Oost. Daar werd vrijdag een man neergeschoten. De ME zocht vandaag naar bewijsmateriaal in verband met dit schietincident. Schouder aan schouder lopen de ME'ers speurend door de bermen van onder andere de Neerbosseweg en de A73. Wij zijn op zoek naar sporen die te maken hebben met die zaak. Een wapen? Dat kan een wapen zijn, maar dat kunnen ook nog andere zaken zijn. Vrijdag werd de Paukenstraat opgeschrikt door meerdere schoten. Een 24-jarige bewoner werd in zijn been geraakt. Een even oude man vluchtte weg in zijn auto. Hij werd achtervolgd door de politie en belandde uiteindelijk in de vijver van het Takenhofplein. Hij maakte wel een hele omweg voordat hij daar terecht kwam. Hij heeft een omtrekkende beweging gemaakt om Nijmegen-Zuid heen. En uiteindelijk heeft hij zijn rit in de fontein beëindigd. En daar hebben we de man ook aangehouden. En u gaat ervan uit dat dat degene is die geschoten heeft? Dat is vooralsnog de verdachte die in aanmerking komt voor het schietincident, ja. Alleen heeft u het wapen nog niet gevonden? We zijn nog driftig op zoek. De man werd ter plekke aangehouden. De politie wil nog niet zeggen over wat er precies tussen de twee is voorgevallen of hoe zij elkaar kennen. Het Doetinchemse taxibedrijf C-Tax is vanmiddag door de rechtbank in Zutphen failliet verklaard. Het zijn 120 mensen, maar er zitten ook nog 120 gezinnen achter. Die op zijn zachtst gezegd niet vrolijk van worden. Nee, erg verdrietig. Het personeel werd gisteravond al ingelicht over het faillissement dat was aangevraagd. C-Tax draait al 7 jaar verlies en een belangrijke opdrachtgever heeft ook nog eens de samenwerking met het taxibedrijf opgezegd. Daarom werd afgelopen vrijdag al surseance van betaling aangevraagd. De bewindvoerder van C-Tax bekijkt nu of het bedrijf in zijn geheel of in onderdelen kan worden verkocht. Het is nog onduidelijk wat dit betekent voor de 120 personeelsleden. Mogelijk kan een deel van hen worden overgenomen. Zaterdag haalde een man in Helmond met een magneet een pistool uit een vijver. En gisteren werd bij Vught een mitrailleur op die manier boven water gehaald. Magneetvissen, het lijkt een nieuwe rage te worden. En ook in Gelderland wordt er steeds meer op die manier gevist. En de magneetvissers die hopen allemaal op een bijzondere vondst. Jobbe Wijnen is archeoloog van beroep, maar in zijn vrije uurtjes is hij magneetvisser. Zijn magneet kan zo'n 50 kilo trekken. Langzaam zoekt hij de bodem van dit haventje in Wageningen af. En soms moet je dan heel vaak gooien en heel veel geduld hebben. Nou, de 90% van wat je zo bovenhaalt is echt gewoon troep. Maar heel soms zit er dan ineens wat grappigs tussen. Ergens anders in Wageningen vond ik echt wel een hele serie doorgeknipte fietssloten. En een stukje verderop vond ik een betonschaar. En dat zijn allemaal dingen die ik toch al snel met criminaliteit in verband breng. En daar vind je dan zo ineens de sporen van als je in het water gaat magneetvissen. De politie vraagt de groeiende groep magneetvissers in het geval van wapens, munitie en waardevolle spullen dit altijd te melden. In sommige plaatsen in Nederland is magneetvissen inmiddels verboden. Maar Jobbe heeft netjes toestemming gevraagd om hier de bodem af te speuren. Ah, zit er wat aan? Ja, nu heb ik wel echtjes te pakken. Ik kan nu voelen dat hij langs iets zwaar schuift. Maar dan moet je dus echt heel voorzichtig zijn. En dan komt een klein beetje beweging in. En nou schiet hij los. Oh, shit. Dat is minder. Zet de magneet er niet meer aan? Ja, hij plakt nu vast aan de steiger. Dat is dus een van de problemen die je kan hebben. En de vraag is of je hem daar dan weer vanaf krijgt. Ooit vond Jobbe eens een leeggeroofd geldkistje. Maar aan het einde van deze avond is zijn vondst niet groter dan wat spijkers en een oude pijp. Is het nou ook zo dat net als bij het vissen dat je dan helemaal tot rust komt en tot diepere levensinzichten komt? Ja, wat moet ik daar nou op zeggen? Met deze achtergrond zeker.
Spannende momenten voor bewoners van de Waterstraat in Nijmegen. Vanwege een gaslek werden 7 huizen ontruimd. Volgens een bewoner werd het lek gevonden bij een routinecontrole. De weg is uit voorzorg afgesloten geweest. De bewoners mochten na 1,5 uur hun huis weer in. Ze werden geadviseerd ramen en deuren enige tijd open te houden. Van Genesis tot Openbaringen. Kerkgangers van de Lambertikerk in Zelhem die lezen de Bijbel in. Bijna 90 uur aan tekst wordt volledig op band gezet en vanaf komende zondag afgespeeld in de kerk. En vrijwilligers genoeg die willen meedoen met deze Bijbelmarathon. Het volk wachtte lang op Mozes. Toen hij maar niet van de berg afkwam, verdrongen ze zich om Aaron en eisten van hem: maak een God voor ons. Nee, geen knip- en plakwerk. Het moet in 1 keer goed. Maar gelukkig kan er voor die tijd wel even geoefend worden. Rustig buiten op een bankje of gewoon binnen. Maar hoe dan ook, het blijft spannend. Ja, een beetje zenuwachtig, een beetje kriebel in de buik heb je toch wel als je dan voor zo'n... als je daarvoor zit voor zo'n opname. 34 versen, dus het is wel een minuut of 6, 7. Dat is spelen met je ademhaling. En eenmaal goed voorbereid moeten de zenuwachtige lezers nog wel even plaatsnemen in de wachtkamer. Nou, het ontbreekt nog aan dat we elkaar vragen, hebt u ook kiespijn, mevrouw? De wachtrij is, als je productie wil draaien, een beetje jammer. Maar toch ook een deel van het geheim dat mensen met elkaar in gesprek zijn, elkaar ontmoeten. Soms over bijbelgedeelten verder praten, soms over heel andere dingen. Kerkganger of niet? Iedereen die het leuk vindt, mag een stukje inlezen. Dus ook uw verslaggever. Ook wanneer ze dienst gaan doen bij het altaar en de Heer een offer gaan brengen, moeten ze hun handen en hun voeten wassen. Anders zullen ze sterven. Deze bepaling blijft voor altijd van kracht voor Aaron en zijn nakomelingen. Voor alle komende generaties. Staat erop. Neerijnen is vandaag door tientallen wielrensters op de kaart gezet. Zometeen, dan ziet u meer. Het Openbaar Ministerie heeft nieuwe bewijsstukken aangeleverd in de liquidatiezaak op de A73. In september 2008 kwam wietkweker Hans van Genen uit Os om het leven na een lange achtervolging op die A73. Het OM wil dat 2 verdachten, die waren vrijgesproken, onmiddellijk weer vastgezet worden. De zaak tegen de 2 verdachten loopt nog. Het Hof doet op 18 september uitspraak. Er is nog geen oorzaak gevonden voor de brand bij speelverhuurbedrijf Actietractie in Malden. De opslagloods brandde afgelopen donderdag volledig af. Actietractie heeft een tijdelijk onderkomen, maar verwacht dat de opslagloods op de oude locatie weer herbouwd wordt. De geplaatste verhuuropdrachten die gaan gewoon door met hulp van huurmateriaal en collegabedrijven. De gemeente Oude IJsselstreek en Montferland die willen af van het contract met zorgverlener Sensire. Ze zeggen de samenwerking per januari 2013 op. De gemeentes willen overgaan op alfahulp voor de hulp in de huishouding. Een alfahulp is niet in dienst van de zorginstelling, maar van de cliënt zelf. Het zou honderdduizenden euro's schelen. De gevolgen voor het Sensire personeel die zijn nog niet duidelijk. Verschillende treinstations die krijgen nieuw meubilair. Op de perrons kunnen reizigers zittend wachten op koperkleurige poefjes. Vanaf eind dit jaar heeft het station Hoevelaken samen met een station in Groningen de primeur. En daarna zijn Arnhem en de stations langs de Valleilijn aan de beurt. ProRail heeft 125 miljoen euro voor de operatie uitgetrokken. Bij het politiebureau in Ermelo is gisteravond een levende kip in een zak afgeleverd. Er zat een briefje bij dat de kip Lazarus was, niet meer kon rijden en maar aan de ademanalyse moest. Na onderzoek bleek dat de kip niets bijzonders had. Volgens de wijkagent is dit geen manier om met dieren om te gaan. De kip is opgevangen in een gastgezin. Een 7e verdachte is vanochtend aangehouden in het onderzoek naar een jeugdbende in Zaltbommel. Het gaat om een 26-jarige man uit Brabant. Vorige week werden al 4 verdachten aangehouden, 2 mannen en 2 vrouwen. Het onderzoek richt zich op een jeugdbende, maar volgens de politie zijn er verschillende vertakkingen naar personen boven de 24. De politie en de gemeente Tiel die hebben allerlei maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat Appelpop aankomend weekend veilig en gezellig verloopt. Bij het festival aan de Waalkade kwam de afgelopen jaren soms geweld voor. De politie treedt daarom streng op om incidenten in de kiem te smoren. Appelpop trekt elk jaar zo'n 160.000 bezoekers.
11 regionale omroepen die starten een crimiserie over oude misdaadzaken. In de serie houdt een professor criminologie met zijn studenten oude zaken tegen het licht. Het zijn bestaande zaken, waaronder ook een Gelderse zaak, de Warnsveldse pompmoord uit 2004. Neem hem maar van mij aan, zij was het. Vind jij dat je schuldig bent aan de dood van Rosemarij? Dan moet je verder alsjeblieft met jullie eigen zaak. Het bijzondere is dat het op ware zaken gebaseerd is. Dus dat ligt dan altijd heel gevoelig. En wat ook zeker heel bijzonder is, dat we door heel Nederland zijn gaan reizen. We zijn echt op zoek gegaan naar de plaatsen die goed passen bij de moord. Dus niet per se de mooie VVV-plaatjes. Maar we laten in heel Nederland zien wat voor afschuwelijke dingen er op sommige mooie plekken of lelijke plekken kunnen gebeuren. Spannende, meest waar gebeurde zaken zijn uitgangspunt voor de serie die geproduceerd werd door de regionale omroepen en Omroep Max. De werkelijkheid is omgewerkt naar een spannende serie van 20 afleveringen. Iedere zaterdagavond om 8 uur te zien op deze zender. Nou, het is voor het eerst dat zoveel omroepen, regionale omroepen, met een landelijke partij samenwerken om een serie te maken met kwaliteit die kan tippen aan wat Hilversum ons iedere dag laat zien. En in die zin is het absoluut een unieke prestatie, datgene wat we aanstaande zaterdag op de buis gaan brengen. Ja. Er is werkelijk geen enkel bewijs van haar schuld. Geen enkel. Het gaat om de feiten, Tula. En aanstaande zaterdag 8 september, dan is de eerste aflevering te zien bij Omroep Gelderland. Alle nationale topwielrensters die verzamelden zich vandaag in de Rijnen voor de eerste etappe van de Holland Ladies Tour. De wielerkoers geldt als voorbereiding op de wereldkampioenschappen over 2 weken in Limburg. De Holland Ladies Tour strijkt neer in de Rijnen. En de burgemeester is enthousiast over het peloton in zijn gemeente. Nou, dat is meer uit het verleden dat hier al vaker wielertochten georganiseerd werden. Op een gegeven moment is dat enig moment ingezakt. Maar het wordt nu weer opnieuw leven ingeblazen en daar zijn we erg blij mee. Er verschijnen veel toppers aan de start, zoals Olympisch kampioene Marianne Vos. En de Wageningse Annemiek van Vleuten, die over bekend terrein gaat rijden. Ja, het is niet zo ver bij mij vandaan vandaag en andere etappes. Dus ja, sowieso een heel mooie koers in Nederland. Bent u zelf een wielerfan? Wel om te kijken, maar niet om te doen. In ieder geval niet, zeker niet met die snelheden. Voor de meeste wielrensters is de Holland Ladies Tour de ideale voorbereidingswedstrijd op het wereldkampioenschap. Dat over 2 weken begint in Limburg. Ja, zeker. Na de Ladies Tour even goed rust nemen en dan ga ik pieken op het WK. Je hebt snode plannen, hè? Ja, zeker. Ja. Voor ons team de WK-ploegentijdrit is heel belangrijk. Dus dat is eigenlijk het grote doel. En daarna natuurlijk nog het WK op de weg. Het eindigt in een massasprint. En de Duitse Ina Joko Teutenberg is daarin sneller dan Marianne Vos. Annemiek van Vleuten finisht in het peloton. Nou, het was heel leuk dat de tourclub waar ik mee ben gewonnen stond voor het aan de kant. Dus ja, dat soort dingen is wel leuk. Het is dus een beetje een thuiswedstrijd en dat flirt het een beetje op. Want verder was het geen boeiende dag. Voor mij mag het lekker waaien met wind op de kant en alles in waaiers. Het is een mooie etappe voor, maar ja, vandaag is het gewoon rustig aan. En dan het weer voor de komende dagen krijgt u van Margot Ribberink. Een dikke jas was vandaag beslist niet nodig, want de temperaturen liepen op naar 24 graden. Bijna zomerse waarde en dat terwijl de meteorologische herfst al is begonnen. En verder was de lucht prachtig blauw en scheen de zon de hele dag. De komende dagen gaat de glans er een beetje van af, want we krijgen wat meer bewolking en wat frissere lucht. Maar een regenjas hebben we nog helemaal niet nodig, want het blijft gewoon droog. Vochtige lucht, wolkenvelden en wat frissere lucht komen vanaf de Noordzee. Daar hebben we vandaag helemaal nog niks van gemerkt. Het was echt prachtig weer in Gelderland. Maar vanavond en vannacht komen dus vanuit het noordwesten wel die wolken. Die weerhouden de temperatuur ervan sterk te gaan dalen. Dus het wordt minder koud dan afgelopen nacht. Dubbele cijfers, kans op mist is ook niet zo groot. Misschien dat er ergens wat grondmist of wat nevel zal ontstaan. Nou, morgen overdag is het ook wat bewolkter dan vandaag. Maar wel droog. Wolkenvelden vanaf de Noordzee. Stapelwolken die een beetje plat slaan. Het blijft overigens wel droog. En er is ook wel een klein beetje zon. Maar in combinatie met de aanvoer van frisse lucht, matig uit de noordwestelijke richting, blijven de temperaturen morgen iets onder de 20 graden steken. Dat scheelt toch wel. Ook donderdag een frisse dag, 18 graden. Daarna temperaturen oplopen naar 21 graden op vrijdag en zaterdag. En tot en met zaterdag hebben we naast zon ook regelmatig wat wolken. En vanaf zondag dan komt de zon weer helemaal prima uit de verf. Want dan wordt er droge lucht aangevoerd vanuit het zuidoosten. En niet alleen droge lucht, ook warme lucht. Want de temperaturen gaan dan weer omhoog naar 24 of 25 graden.
En tot zover het nieuws, de hoofdpunten. Bewijsmateriaal is in Nijmegen gezocht na een schietincident vorige week. Daarmee kwam er een groot gebied uit. Een hengeler met een magneet in de hoop iets moois te vangen. En er ligt nogal wat op de bodem van het water. Maar dat loopt uiteen van een spijker tot een pistool. En dat was het. Ik wens u nog een hele fijne avond.